ga een nieuwe tag maken en ik ga heel veel ideology gebruiken, want hij moet een beetje Halloween worden. En behalve de ideology ga ik bouwen met chipboard en stripjes, zoals ik ze noem, craft strips, die ik altijd zelf maak in al mijn projecten. Als je dat nog nooit gezien hebt, dan kun je je lekker inschrijven voor Be Creative. Dan kan je zo bij de beschrijving, dat is helemaal gratis, en dan kun je helemaal leren hoe je lekker zelf bouwt met craft strips. Maar ik ga eerst mijn tag opbouwen met craft strips. Hij zit aan elkaar en het gaat er niet om dat het een bepaalde vorm wordt, maar ik wil gewoon een hogere rand. Eigenlijk wil ik een soort vignetbox in de vorm van mijn tag. Dus vandaar de schuine stukjes en je hebt gezien, ik heb lekker zitten schuren. Het gaat het beste als je het stukje chipboard over je vijl heen haalt. Nogmaals, wil je zien hoe je dat allemaal doet, wil je daar de fijne kneepjes van leren, dan kun je een inlogaccount aanmaken. Dat is gratis en dan kom je vanzelf bij gratis projecten waar heel veel in gebouwd wordt. Ik ga nog even de randjes afplakken en de benden opruimen en dan kunnen we echt te werk gaan doen. Nou, hij zit helemaal in elkaar en hij is dus aan alle kanten, buitenkant, onderkant, bovenkant, binnenkant, beplakt met wood grain paper. En het ziet er nu heel raar uit, want dat is zo wit en dat ziet er niet uit, maar dat gaan we allemaal inkten. Ik heb ook nog een stukje genomen waar ik alleen de voorkant heb afgeplakt met stripje en dan boven en onder wood grain, zodat ik straks een plankje erin kan plaatsen. En ik weet nog niet hoe hoog, maar dat maakt niet uit, dat kan allemaal nog. Het enige wat ik nu moet doen, is even zorgen dat al die hoekjes, want dit is allemaal een beetje grof, dat ik die een beetje afschuur. Dan doe ik gewoon met mijn papiervijl. Niet te hard, want dan schuur ik al dat kraftpapier een stuk, maar dat het een beetje meer een geheel wordt. Want ik ga straks alles sprayen en dan wil ik dus zorgen dat het een beetje meer aansluit. En als er hier en daar een randje zit of wat dan ook, dan kan ik dat heel goed afschuren. Dus ik ga het nu eerst lekker schuren. Alles is geschuurd en dan heb ik het voornamelijk over het wood grain. Dus het is mooi glad geworden en ik heb niet meer van die scherpe papierranden. En dan loopt het papier ook een beetje over in mijn craft. En dan is het nu tijd, om hem te gaan sprayen. Want dit is natuurlijk veel te wit. En ik ga beginnen met antiek linnen. Ik hoef niet de achterkant te sprayen, daar heb ik papier voor gesneden. Misschien heb je dat aan het begin gezien. Maar ik ga vooral een beetje kleur aanbrengen. Nou, dat ga ik drogen. Dan ga ik weer met een donker tintje. Dan ga ik uiteindelijk met de blending tool. Zodat ik het geheel lekker veel inkt kan geven. En dan zul je zien, dan ziet hij er totaal anders uit.
Alrighty. Nou, hij is geïnkt. Ik heb hem zelfs nog met een beetje black suit met de blending tool gedaan. En niet overal is natuurlijk nu mijn crackle gelijk aan mijn donkere ondergrondkleur. Is ook nog niet belangrijk, daar kom ik straks allemaal nog wel op terug. Hij heeft zoveel vocht dat hij echt even moet drogen. En dan kan ik ondertussen even een ander klusje doen. Want ik ga eerst even de achterkant erin leggen. Die is nog veel te blank. Ik druk hem er ook even nog niet helemaal in. Want door alles wat uitgezet is aan beplakken met het woodgrain is die een beetje krappies. Dus moet een randje af. Dus ik druk hem niet plat. En ik weet nog niet waar ik mijn plankje wil. Nou, daar moet ik dus een aantal dingen mee doen. Achtergrond moet nog geïnkt. Plankje moet vastgeplakt. Maar ik moet eerst weten wat ik waar ga doen. En dat hangt er vanaf welke stolpjes ik uiteindelijk ga gebruiken. Die valt er een beetje raar in weg. Doordat er hieronder een stukje weg blijft. Dat verdwijnt op het moment dat ik mijn papier er helemaal in stop. En zo. Bovenop de rand. Even kijken waar ik die heb gelaten. Ga ik een bordje maken zo. Het ziet er nu nog heel gek uit, maar ik heb daar een ideetje mee. En er kan hier een tekst in, dat komt ook goed. Moet ik een beetje rekening mee houden. En de vraag is nu, ga ik deze hier zetten of ga ik ook zo eentje gebruiken? Ik weet dat eigenlijk niet helemaal zeker nog. Maar ik heb nog niks gebruikt, ik heb nog niks bewerkt. Kijk, één erbij is te veel, zie je? Dan moet er ook iets weg als ik dat doe. Nee, ik geloof niet dat ik dat vind passen bij het idee wat ik heb. Dus deze gaat lekker terug. Die komt wel weer, andersom. Die komt wel weer en dan ga ik hier lekker mijn stolpjes doen. En daarom moet ik mijn stolpjes bewerken. Want als ik het glas wil bewerken, dan moet ik ze eerst het glas een laagje college medium geven. Heel dun met een kwastje. Dan kan je iets laten hechten, namelijk kurkjes bewerken. Alle kleine onderdeeltjes, want dan kan het drogen. Terwijl dit ook droogt, om het straks in één keer in elkaar te zetten.
Ze zitten erin. En ik heb het met hot glue gedaan. En waarom heb ik het met hot glue gedaan? Met het lijmpistool. Dat doe ik omdat het dan direct vast zit. Dan hoef ik niet te wachten en alles rechtop te zetten. En ik heb daar twee redenen voor. Ten eerste omdat ik het film, is het handig dat ik het direct kan gebruiken. Maar ook omdat je het mummy cloth wat ik gekleurd heb zo lekker uit elkaar kan plukken. Maar dat kan je pas plukken op het moment dat je dus al je lijm droog hebt. Nou, hot glue is in een paar minuten droog. En dan kan ik heel goed dus zo mijn mummy cloth uit elkaar plukken. Geen idee hoe het op het moment staat dat ik dit filmpje online zet. Maar we hebben heel veel mummy cloths besteld. En dat komt binnen. Ook al is het na Halloween. Dus wil je het hebben, hou de webwinkel in de gaten. Want echt, het gaat komen. Zo, heb ik nog een tip. Er zitten van die draden van dat hot glue. Als je je lijmpistool, je heat gun aanzetten. Je kunt er hier een zien. En ik heb geen idee of je die op camera ook kan zien. Maar zodra je, zie je hem hier lopen? Zodra je de heat gun erop zet. Zit, dan verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. Er zitten er nog een paar. Dus even de boel voorzichtig op afstand verwarmen. En dan is hij gone. Nou, het bordje nog. En dan ben ik bijna klaar. Oké, bordje zit erop. Ging niet helemaal goed, want ik wilde ook de hardware heads, die dus aan de buitenkant zitten, die kopjes, wilde ik erop zetten met de hot glue. Maar de hot glue stolt dan. Er zaten mooie bolletjes op. Te laat. Dus dat heb ik eraf gesneden. En het bordje zit wel helemaal goed vast. Ik kan hem nu even niet rechtop houden, want die zitten met college medium. Het bordje zit wel lekker goed vast. En ook direct vast met hot glue. Dat is het voordeel. Als je een lijmpistool hebt, dan kun je dat lekker zo gebruiken. Wat ik nu nog wil, is dat dat collector crackle wordt. Dus ik ga met mijn crackle paint dat nog even opvullen. En dan moet er eigenlijk nog iets bij en ik weet nog niet precies wat. Daar kom ik dadelijk wel achter. Jullie zien het op de foto's. En dan weet je, dit is hem. Nou, en voor dit jaar is dat toch wel mijn eerste Halloween project.